Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. How many people live in your town? Around 25,000 people, around the municipality, not in the city. Well, what do you think of Almelo? We are well impressed. People friendly. We can walk on the street and everybody say hi. And can I take a picture with you? Even the club, we was there in the field yesterday. We were very well impressed by the environment, the people from the club, very easy treatment with us, good facilities. Yeah, what do you think of the stadium? It's a very beautiful stadium, not big stadium like we have some of them in Portugal. Just a little problem for us, it's the artificial grass. We prefer natural grass and we think good stadiums and not good stadiums, but... You're not used to playing on artificial grass? Sometimes. We have a training ground with the artificial grass, but in Portugal every clubs play in natural grass, not artificial. A very big question, who do you think is going to win? Of course, we have 2 matches to win this challenge because it's very important for us and very important for Heracles. It's the first time for both teams and it's very important to go to the next phase, playing against another teams and play the playoff and after go to the UEFA League groups because that's why we are here, just not just to joke and play and make friends like this, but to win, of course. No, well, they made the best one win. Of course, and we hope the best will be us. De aanleiding dat ik zo verdrietig krijg, is namelijk dat wij nu vandaag voor het laatst voor de McDonald's lekker koffie gaan drinken. Want aankomende zondag is het de laatste dag van de McDonald's dat die open is en dan moet die hier weg. En dat is zo jammer. Ja, maar u zegt wij. Wie zijn wij? Wij zijn een groep ouderen die elke donderdagmorgen een kopje koffie gezamenlijk gaan drinken bij de McDonald's.
En dat is een groepje van 12. Eerst was het een groepje van 4 en later uitgegroeid naar 12 man. En hoe lang doet u dat al? Wij doen het ongeveer tussen de 8 en 10 jaar. Dat weten we niet precies. Maar zo lang al. En waar gaat u nou naartoe? Want u zult nu naar een plek, hè? Dat is toch een hele grote vraag. Maar vermoedelijk gaan wij dus daar op de hoek van de Korenmarkt gaan wij koffie drinken. En dat is ook ons bij Lindeman is dat. En dat is ons ook al toegezegd dat wij hetzelfde kopje koffie kunnen betalen als bij de McDonald's. Bij de McDonald's is het 1 euro, dus daar kunnen we ook voor 1 euro een lekkere bakje koffie krijgen. Ziet u elkaar ook op een andere tijdstippen als hier op de markt? Ja, zo nu en dan als er een feestje wordt georganiseerd, dan mogen wij ook komen. Gezelligheid is troef bij ons. Ja, ja. U houdt wel van een feestje? Ik wel. Ja, wij allemaal trouwens wel. Hoor. Ja. Mag ik dat horen van u allemaal? U houdt wel van een feestje? Ja. Wat zijn de ervaringen van de werkgroep nou met het fietsen in de stad? Nou, laat ik vooropstellen, wij komen elkaar vandaag tegen en ik kom nu met mijn persoonlijke mening, want als werkgroep hebben we nog niet geëvalueerd, dat gaat nog komen. We hebben wel onderling contact regelmatig. Onze ervaring is dat het in grote lijnen goed verloopt. Je ziet dat mensen gaan inhouden op dat moment dat het druk wordt in de stad, dat ze zich aanpassen. Je hebt er altijd wat onverlaten bij die daar nog aan moeten wennen, dat is jammer, maar dat is ook een gewenningsperiode. Je ziet ook dat de mensen meer links en rechts gaan lopen als ze in de stad komen. En ik vind eigenlijk dat het op zichzelf erg goed gaat. Dus ja, persoonlijk ben ik erg tevreden. Ja. Nou ja, nou zie ik ook ouders met kleine kindertjes. Hè? Die kunnen nu niet meer over de straat heen crossen. Nee, dat is ook een kwestie van aanpassen wel. We zijn ook bezig om wat andere zaken te regelen dat kleine kinderen weer wat meer aan hun trekken komen. Er komt waarschijnlijk een speeltuintje, iets dergelijks in de binnenstad. Maar kinderen als die gewoon bij de ouders blijven lopen of links of rechts van de straat gaan lopen, dan is in principe voor de kinderen is er niet zoveel aan de hand. Dan gaat het heel goed. Maar het ligt ook een beetje aan het gedrag van de fietser. Dat moet ik ook wel duidelijk stellen. Want als je hard gaat fietsen, dan kun je wel één keer schrikken omdat er één keer een kind voor je fiets staat. En ik vind dat daar de fietser verantwoordelijk voor is. Ja, want de fietser is de gast, hè? Ja, het is een voetgangersgebied. Het blijft een voetgangersgebied. En de fietser wordt getolereerd. De fiets is toegestaan. Maar eigenlijk is de fietser te gast in dit gebied. Zo moet het zien. Ik heb toevallig vorige week een politieagent gesproken hier en heb gevraagd hoe hun ervaring was. En die had het erover dat ze eigenlijk nog geen echte calamiteiten tegengekomen zijn. Ik heb ook een stuk in de krant gelezen van iemand, een journalist die hier op het terras heeft gezeten bij het wetshuis. En wel wat dingen had gezien. Ja, maar je moet ook zien als een gewenning. En het is ook een proef. Dus we gaan ook kijken van waar liggen de knelpunten en hoe gaan we die knelpunten in de toekomst oplossen. Ja, zijn er al wat ervaringen van winkeliers? Ik hoor wat kritische noten. Ik hoor positieve noten. Maar ik zou je vertellen, van de week was ik in Grootstad Noord. En daar sprak ik twee winkeliers. En die hadden het erover dat er duidelijk meer passanten door de straat heen gingen. En die hadden het over 20-30%. En dat komt met name door de fiets. Dat ze er doorheen fietsen en dan even afstappen. En dat is ook een beetje de bedoeling. Dus op dat gebied zie ik positieve ontwikkelingen. En hoe zit het nou met scootmobielen en zo? Nou, de scootmobiel die mag je rijden. Je ziet wel dat die mensen vaak een stand hebben dat ze toch wel vrij hard door de stad heen rijden. Maar dat was in het verleden ook zo. Van de haas, hè? Ze moeten op de schildpad. Ja, eigenlijk wel. Op schildpadje gaan. En lekker rustig door de stad gaan en genieten wat je allemaal ziet. Dat is het allerbeste voor de scootmobiel. Maar ja, je hebt nog ander gemotoriseerd verkeer. Ja, buiten de scootmobiel om. De scooter, de brommer, wat er allemaal is. De scootmobiel wel, maar de rest mag hier dus niet komen. Dat was al zo, dat blijft zo en er verandert niks aan. En daar gaat handhaving en politie gaat er streng op controleren. Jackpot, 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 woo!
uit kan schieten. Vragen die ontstaan kunnen niet altijd beantwoord worden. Eigenlijk is dat in deze situatie weer heel erg mooi aan de hand van die vervreemding. Ik zag net al iemand langs fietsen en die kijkt toen naar die omgeving. Die ziet hier dat hier wat wordt gebouwd en die ziet een beetje het kunstwerk. En je ziet al een soort, wat is dat hier? Dus de werkelijkheid. Wat stelt het voor? Nou, ik heb heel erg gekeken naar de omgeving. Dat is mij ook gevraagd of ik de omgeving zeg maar een beetje als inspiratiebron zou kunnen gebruiken. Omdat die natuurlijk wordt gebouwd. Nou, dat is eigenlijk het eerste wat ik heb gebruikt. En daarnaast heb ik dingen over Almelo opgezocht. Dus eigenlijk is het Almelo in de Steigers. Zo kun je het een beetje... dat is zeg maar het uitgangspunt. Maar het bouwen in Almelo hierachter is zeg maar het belangrijkste uitgangspunt van het werk. Ik zie ook wat schilderijen en de een lijkt op de kop te staan. Is dat zo of is dat met opzet? Nou, voor mij is dat eigenlijk werktekeningen. Of ja, geen schilderij met tekeningen. Ik teken vaak eerst voordat ik begin aan een sculptuur. En ik heb deze werkinstallatie ook gebruikt. En ik benader eigenlijk een tekening niet van één kant. Dus ik wil nog wel eens een keer... het draaien, waardoor het misschien af en toe lijkt dat bepaalde herkenbare vormen die dan misschien op de kop staan. Maar voor mij gaat het meer om de vorm aan zich en niet om wat het betekent. De schroefjes van de constructie, de ene keer naar binnen en de andere keer naar buiten. Zit daar een hogere gedachte achter of is dat ook toeval? Gaat het een beetje over de tijdelijkheid van het in de steiger staan van de bouwplaats hierachter. Dus dat geeft een soort van tijdelijkheid aan. En het is geen toeval, er is wel over nagedacht. Ja. Zo van, het is toch tijdelijk en moet toch weer los. Dus, het werk staat natuurlijk ook 2 maanden, dus dat is ook tijdelijk. En dan gaat het weer mee. Jan Smit, spelerspresentatie is achter de rug. Je deed dat met een prachtige strooien hoed op. We dachten, er komt nog wel een verrassing uit. Nee, ik was aan het voorbereiden op de warmte in Portugal. Daar is 34 graden in Arouca op dit moment. Dus ik denk, ik ga me een beetje voorbereiden. Dan moet je zo gekleed zijn. Nee, daar komt geen verrassing aan. Op dit moment zijn we wel driftig in onderhandeling, maar dat is, zover is het nog niet. Betekent dat, want je zei dat aan het begin van je presentatie, dat het wellicht deze week nog zou kunnen komen? Ja, er kan wel weggaan deze week en er kan deze week nog wel bij komen. Dus we kunnen eigenlijk elke dag. We zijn bezig, maar daar kunnen we totaal geen mededeling over. Beide kanten op. Open dag, vandaag. Tevreden daarover? Ja, volgens mij hebben we een record aantal toeschouwers gehad, een record aantal mensen. Maar ik vind dat het ook een record warmte was vandaag. Jeempje, wat was het warm. Zeker midden op het veld, net op dat branderig binnen het stadion. Vandaar dat we het interview ook even binnenhouden. Lijkt me beter, ja, lekker koel hier. Goed, deze week de wedstrijd tegen FC Arouca. Ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. Ik heb vandaag als volgens mij als blijk van waardering een soort schild gekregen buiten. En daar stel ik enorm op prijs met dank aan alle supporters die eraan hebben meegeholpen. Donderdag moet het gaan gebeuren, maar we spelen natuurlijk niet tegen de eerste de beste. Het is een club die vorig jaar ook gewoon won van Braga in Portugal, die won van Sporting en die won van Porto. Het is een fantastische ploeg waar we tegen voetballen. Maar ook een ploeg die nog maar heel weinig gespeeld heeft in de hoogste divisie van Portugal. Ja, maar die club bestaat nog niet zo lang, maar ze zitten nu volgens mij 3 jaar in de eredivisie achter elkaar. Het is een hele rijke ploeg ook. Een hele rijke voorzitter, wat Flederis al zei, die er echt geld in stopt. Wij hebben ook een rijke voorzitter. Ja, maar die stopt er geen geld in. Dat is beter om dat niet te doen. Want anders dan krijg je verschillende belangen. Dan gaan belangen hebben. Hier dichtbij hebben we gezien hoe dat allemaal loopt. Je moet de boel heel goed gescheiden houden. We hebben vandaag natuurlijk wat spelers gevraagd naar hun mening over de wedstrijd van aanstaande donderdag. Men is erover eens dat het met een kleine overwinning en een gelijkspel in Portugal gehaald kan worden. Ja, dat is een open deur intrappen natuurlijk. Maar dat betekent dus wel dat de spelers er vertrouwen in hebben.
Ja, dat moet ook, als je nergens vertrouwen in hebt, moet je er gewoon niet aan gaan beginnen. De spelers zijn er klaar voor. Het is voor iedereen een unieke kans om zich in de kijker te spelen, om nog meer geschiedenis te gaan schrijven. Ja, ik ben deze afgelopen weken, of twee weken geleden alweer, in Genève geweest, in Nyon, bij de loting voor Europees voetbal. Ja, als je dan alle grote clubs bij elkaar ziet, ook de Champions League loting was daar, dan denk je, Heracles Almelo staat daar toch maar tussen. En daar kunnen we als Almeloers heel erg trots op zijn. Nieuwe competitie, hoe kijk je naar de nieuwe competitie? Dat ga ik er morgen vertellen. Morgen is er de perspresentatie. Dan zijn we er weer. Oké, dan tot morgen. Ja, sta je hier nu al? Nee, dat sta ik niet al. Dan sta je maar
Van het YouTube-kanaal Gladjakkers. En vanaf nu kun je 6 weken lang elke week genieten van een verzameling van de beste video's van ons YouTube-kanaal. Hier op deze zender. Nou, goedemorgen allemaal. Volgens mij hebben we allemaal bijna de spreekbeurt opgevoerd. Is er nog één iemand die nog de spreekbeurt moet doen, volgens mij? Ja, Job. Jort. Ja, prima. Succes. Ik hou mijn spreekbeurt over mijn konijn. Wat? Nee, rustig, ga door. Geluk. Mijn konijn heet Flappy. Flappy is nu 4 jaar oud. Flappy is zwart met wit. Hij heeft op zijn voorhoofd heeft hij een wit vlekje in de vorm van een hartje. Samen met papa hebben ik wij... Ik ben prins op dit apart! Echt! Nee! Het is een prank kill! Wat doe je dinges? Oh, geoond! Huh, wat doe je? Schiet niet aan mij! Pieuw! Oh, jammer van het paard! Pak je! Wij hebben dus een hok gemaakt van de oude schutting. Samen met papa hebben wij dat gedaan. Godverdomme! Ja, je verdomme vogel is eigenlijk een levertje, man. Kutvogel. Flappy is al 4 jaar bij ons nu. En hij is heel erg in de familie. Jezus, laat me los, man! Wij hebben ons konijnen gekocht op Marktplaats. We hadden eerst 2 konijnen. Maar 1 konijn die is al overleden. Die hebben we begraafd in de voortuin.
Meester, wat doet u? Ik ben nog niet klaar. Ja, ben ik al weg dan? Oh Jezus, dat bedoel ik dus nou met dit beetje. Ik ben nog niet klaar, ik ben nog niet klaar. Jezus, hoe oud ben je nou? Ja, nee, precies. Het is toch tijd om volwassen te worden, of niet? Mama, dan gaat hij huilen hoor. Morgen vroeg, 9:30, 7:30 sta je hier gewoon. Gaan we samen nog even de spellingsregels doornemen, want daar heb je ook geen poep van begrepen. Ja, flappen. Sjoe, jongen. Tot morgen. Welkom bij de cursus Omgaan met teleurstellingen in de Twents. Onderdeel van de cursus. Hey, dat zeg jij, dat zegt Jamie dan nou echt. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat nou dan? Les 1. Je kunt niet meer doen dan je best. Dus, waar maak je je druk om? Doet! Hey, doet wat je kunt! Wat zeur je dan nu? Hey, doet wat je kunt! Wat zeur je dan nu? Les 2. Ik laat me niet zomaar op mijn kop zitten. Doet! Ja, ik laat me niet een tuk drieten, hè? Oh, jongens! Ik laat me niet een tuk drieten, hè? Oh, jongens! Les 3. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Doet! Gooi, man! Jongens! Gooi het! Les 4. Maak je maar niet zo druk. Het komt wel goed. Doet! Doe maar hennig aan. Kom maar goed. Doe maar hennig aan. Kom maar goed. En tot slot les 5. Je moet er maar het positieve van inzien. Doet! Max wil gewoon een positieve kop te bion. Max wil gewoon een positieve kop te bion. Tot zover de cursus Omgaan met teleurstellingen in de Twents. Onderdeel van de cursus. Hey, dat zeg je. Hey, dat zeg je. Meen je dat nou echt? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat nou gedaan? Het cursuspakket wil bestellen, dan kan het natuurlijk met de hits van de deurzakers als Max mooi verliezen om te winnen. Max mooi verliezen om te winnen. Of natuurlijk een allermooiste hit. Gostoorn, hij heeft Twente winnen. Gostoorn, hij heeft Twente winnen. En natuurlijk de DVD met de hoogtepunt van FC Twente in 2010. En een ijskoud blikje groen. Godverdomme. Kijk op onze website, Gerrit en Johan Schier, televisie /. Hey, dat zeg je, hey, dat zeg je, meen je dat nou echt? Hoe doe je dat, hoe doe je dat, hoe heb je dat nou dan? .tv, hè? Kom aan! Jou zo zie draaien, dan denk ik je hebt gefaald. Ik draai maar wat domme platen, maar krijg er flink voor betaald. Je bent nog onervaren. Ja, pa, maar wijsheid kom met de jaren. Maar ach, je blijft toch wel bekend, ook al heb je geen talent. En je mag altijd nog mijn gele zwembroek lenen. Dat jij je eigen pootjes dopt en liever 1000 biertjes kopt. Maar wees een man en neem dan niet de benen. Maar wat er ook gebeurt, blijf me boeken. Dan zal ik hoogstpersoonlijk naar je moeder vloeken. Dan zal ik hoogstpersoonlijk naar je moeder vloeken. Ik gaf jou vaak wijze lessen,
maar jij ging voor elke meid. Ik maak soms nog wel een filmpje dat door de media dan snel verspreidt. Al die feestjes kun je vergeten. Ach pa, het leven draait het om reten. Maar ach, je blijft toch wel bekend. Ook al heb je geen talent. En je mag altijd nog mijn gele zwembroek lenen. Dat jij je eigen boontjes stopt. En liever duizend biertjes kop. Maar wees een man. En neem dan niet de benen. Maar wat er ook gebeurt, blijf me boeken. Dan zal ik hoogstpersoonlijk naar je moeder vloeken. Dan zal ik hoogstpersoonlijk naar je moeder vloeken.